Waar de mannen van Zwolle het zo goed doen, waar ze aan kop gaan, riant in die Jupiler League. Daar gaat het een stuk minder met de vrouwen van Zwolle. Al hebben die wel een hele goede start in de wedstrijd tegen de dames van VVV. Twee hele goede kansen in de beginfase. Maar Zwolle, hekkensluiter in de vrouwen eredivisie. VVV er één plekje hoger, dus zaak om stand te houden in Zwolle. Raffaele Willekes, de doelvrouw van VVV, ziet ook deze kans voorlangs gaan. En dan is het openingsoffensief overleefd. En kan VVV zelf profiteren met Mauri van de Wetering, onderschept. Schuift hem prima binnen, de spits van VVV, en brengt daarmee de Venlonaren op 0 tegen 1. Een beetje tegen de verhouding in op dat moment, maar VVV heeft het geluk toch al niet aan haar zijde gehad de laatste maanden. Willekes die laat de bal dan los in de 19e minuut en Julijn Heuvels profiteert 1 tegen 1. En Zwolle gaat dan door, speelt prima in de eerste helft. En een half uur hebben we gespeeld als de 2 tegen 1 hier op het bord komt. Judith Vrijling, de doelpuntenmaker. En dan moet VVV in de achtervolging en richt het zich op de internationals. Want die hebben de Venlonaren in de ploeg. Deze Kika van Es die naar voren is gestormd. En hier de bal terugkrijgt. Prima controle en met rechts, pats, 2 tegen 2. Het is ook de ruststand. En dan hebben we meteen de kans om het telraam erbij te nemen, want dat bleek wel nodig in dat tweede bedrijf. Eerst Zwolle met een mooie aanval via de linkerkant van het veld. Prima voorzet bij de tweede paal en daar staat Marjan van Brummelen en die kopt hem binnen. 3 tegen 2 voor Zwolle dus. En dan lijkt VVV het noodlot over zichzelf af te roepen, want het handje gaat dan de lucht in bij dit balletje. Het is van Melissa Evers. Scheidsrechter fluit, ze had al een gele kaart gekregen. Dit is de tweede en Melissa Evers moet dus naar de kant. En VVV met 10 dames verder. Maar de Venloze vrouwen putten er moed uit, pakken zich samen en gaan op zoek naar de gelijkmaker. 70ste minuut van de wedstrijd. De knal is van Maren van Erp. 3 tegen 3 staat er op het bord. De felicitaties zijn volledig terecht. En we krijgen de Venlose Messi. Want hier komt ze razendsnel is ze. Jesslyn Kuipers. En hier gaat ze met de 4 tegen 3. En dan is het toch gebeurd. Het wonder van Zwolle vertrekt zich in de 82e minuut. 3 tegen 4. En VVV gaat door. Prachtige kopbal van Danielle van der Donk en dan kan het niet meer mis. Dan is het toch de 3 tegen 5. Moet die overwinning toch binnen zijn? Maar ja, je weet het. Het zijn de dames van VVV. Dan is het nooit helemaal zeker. 85 minuut, Lydia Borg. En die bal rolt binnen. 4 tegen 5. Maar daar blijft het bij en VVV wint dus in Zwolle. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van L1 Sport. Wil je het nog een keer terugkijken of wil je het laatste nieuws? Dan moet je even naar onze site surfen, l1.nl. Morgen is er natuurlijk weer L1 Sport, dan met onder andere de batteraaf. Kijken, dag!